Alle camera's zijn gericht op de man van het moment. Dit is de speler in vorm met 4 goals uit de laatste 3 ontmoetingen. Die barst van het vertrouwen. Dus blijf kijken, want we zenden deze wedstrijd live. We zitten hier in La Bombonera en u bent er nu ook. En van achter onze microfoons zijn mijn collega Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Siert de Vos deze wedstrijd live van commentaar voorzien. En vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van dit toernooi op het programma. We rekenen op een fantastische wedstrijd. Voor minder, ja, doen we het gewoon niet. In groepswedstrijden is het van belang dat je consistent presteert. Je kunt het je eigenlijk niet veroorloven om punten te morsen onderweg, want voor je het weet lig je eruit. Nou, dat alles moet leiden tot een mooie wedstrijd vandaag, Siert. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Iñaki Williams. Doe maar, volley. Ja, ja, die valt binnen. En dat hebben ze snel gedaan, die eerste goal. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En dan is het niet dat er verwoestend wordt uitgehaald, maar ja, de traptechniek wordt ten volle benut. Kijk maar hoe mooi de bal in het doel vliegt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. En gekeerd door de doel. Complimenten voor de keeper hoor. Alle lof. Maar jongens, jongens, wat zal die speler balen dat zijn inzet er niet gewoon inging? Want ja, dat zou de gelijkmaker hebben betekend. Pak de bal goed af. Zet verder door. Iñaki Williams. Hij schiet. Hij haalt uit, maar weet er niet de juiste richting mee te geven. Argentinië gaat het doel van de tegenstander bestoken. Goed, de blok gezet. Niet voorgezet, maar kort genomen. Komt dat schot? Eerbetoon aan Hugo. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag: wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken, zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Wat gaat hij nu doen?
Daar staat iemand bij de tweede paal. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. 1 te meer blijkt hier weer hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Hè? Want dit zijn voorzetten die nauwelijks te verdedigen zijn. En dan neemt hij hem vol op de voet. Een verwoestende volley. De keeper is kansloos. Prachtig doelpunt. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Baba. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. Duidelijk veel last van die blessure. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij kwam 1-1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Hè? Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. En kort genomen. Hij trekt naar binnen. Dat zag het dreigend uit. Niet tussen de palen. Net niet, helaas. De visiepunt heeft balbezit. Voorzet recht voor het doel. Het gevaar is even geweken, maar de scheidsrechter geeft wel een hoekschop. Niet voorgegeven, korte corner. Hij snijdt naar binnen. Kijk, hij wil hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Zo slordig van die keeper. Ja, die gaat er natuurlijk in. Geen keeper in de buurt. In geen velden of wegen te zien. Maar ja, dat vindt ze uiteraard prima. Ja, vanuit welke hoek je de situatie ook bekijkt. Het blijft gepruts in het kwadraat. De verdediging in geen velden of wegen te bekennen. En we hebben nu een stand van 3-1. Er wordt voordeel gegeven naar de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Door de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Achteraf wordt die actie van eerder toch nog met geel bestraft. Ja, scheidsrechter wachtte tot het spel stil lag en deelt dan alsnog de kaart uit. Goed gedaan. En dan laat hij zijn hielen zien. De bal weer heroverd. Die bal mag erin. Doelpunt. Wat een heerlijke wedstrijd voor deze ploeg met 3 goals voorsprong nu.
Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen en hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Thomas. Van de bal gezet. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Dreiging houdt aan. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Ze konden met z'n twee op de keeper af. Hebben mooi de buitenspelval ontlopen. Dus, ja, perfect uitgevoerd. Absoluut. En de paas, want daar ging het uiteindelijk om, die kwam precies op het juiste moment. Waardoor de keeper uiteindelijk kansloos was. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Bejoet. Solari. Midden voor het doel gegeven. Oei, dan moet die voorzet niet zo eenvoudig in de handen van de keeper landen. Thomas. En daar is Iñaki Williams. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. Er is een teamgenoot in de buurt. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang luisteren. Pablo Perez. Doorgebroken met de bal. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. En met deze aftrap is de stand 6-1. Aardig wat ruimte nu op de vleugel. Kans hier. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Ze staan vlak voor rust al dik voor in eigen huis. Nou, dit is gewoon een machtsvertoon van je welste. Wat laten ze hier veel zien, zeg. Voorin, telkens beweging, worden aan de lopende band kansen gecreëerd en doelpunten. Ja, ja, hier moeten ze gebruik van maken. Daar is dan toch het gevaar. En hij scoort niet eenmaal, maar dit is 2. Ze hebben hun handen vol aan hem. Niemand op het veld of in het stadion en ook thuis in de huiskamer zal de keeper aankijken op deze tegentreffer. Nee, de grote vraag is, waar was de verdediging? Een 2 tegen 1 situatie, handig uitgespeeld door de tegenpartij en de goal. Maar ja, had dit mogen gebeuren? Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Argentijn met de verdedigende ingreep, maar niet op de bal.
De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Pas op Iñaki Williams. En dan is het gevaar geweken. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan deze eerste helft. Waarin er maar één ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Wat een mooi duel is dit voor deze aanvaller. Telkens gevaarlijk voor het doel. Lekker hoor, om zo'n gretige speler in je team te hebben. Na de eerste helft Argentinië op voorsprong. En dan nu de tweede helft. De speler krijgt hulp. Hij schiet de bal ruim naast het doel. Een kans om te scoren. Misschien een herkansing hier. En opnieuw een redding. Bal voor de keeper. Weer een redding. En nu de bal geklimd. De verschillen op het veld zijn werkelijk gigantisch. Kijk ook maar eens naar deze statistieken. Ze hebben geen enkele moeite om door de verdediging heen te spelen. Niet voor niets staat er nu een riante voorsprong op het bord. Nou, dit moet je maar durven. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, goal! En wat zijn ze op dreef vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, toch nog aangeraakt door die keeper die bal. Ja, maar het maakt niks uit. Dat zien we hier ook in de herhaling. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Baba. Boateng. Hij keert dat schot. Niet voor het doel, maar kort. Daar is hulp van een teamgenoot. De keeper hoeft zich nauwelijks in te spannen. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Krijgt daar ruimte op de flank. En nu snel schakelen voor de counter. Een volley. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. T-
Sommige spelers kunnen dat zo goed, hè. Een bal met veel gevoel en precisie voor het doel leggen. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Jordan Ayew. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De doelman blijft weer het antwoord schuldig. En zo maakt hij zijn tweede van de dag. Heerlijke treffer toch? Indrukwekkend hoor, wat een heerlijke trap. Zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. Iñaki Williams kan niet scoren! Wat een overtuigende redding van de doelman. Goed gestopt, zeg de keeper. Heel goed druk gezet, ze hebben de bal. Opnieuw gestopt. Die tackle was niet volgens de regels en dus solliciteert die speler hier naar een gele kaart. Die speler was eerder al gewaarschuwd. En de scheidsrechter vindt het nu welletjes. Ik denk dat het niet onterecht is. Je kunt niet ongestraft door blijven gaan. Altijd maar overtredingen maken. Je weet dat dit een keer gaat gebeuren. Zijn schot belandt ver naast het doel. Hier moet de kans uitkomen. Blijft gevaarlijk. Deze doelpuntenmachine moet nog even wachten op die derde. Misschien komt er nog een kans. Ja, een hat-trick, dat blijft toch altijd iets bijzonders. Ik snap wel dat de speler dat probeert. Hoog gespeeld, deze steekpas. Ja, slim hoor. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Alsnog een gevaarlijk moment. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. 1 team is duidelijk de baas. We hebben nog 20 minuten te gaan. Daar onderschept hij de paas. Ja, hij worstelt zich los. Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. Mooie actie. Waarmee die verschillen. Wat een gepruts van die doelman, zeg.
Er ligt ruimte voor een counter. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Zo, die gaat het net niet in, zeg. Oh man, wat een mooie counter was dat. Ja, het is gewoon tik, 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 tik. En dan staan ze er. Liep heel goed af voor de tegenstander. Pakt de bal en begint een uitbraak. Die bal verdwijnt in het net. Een prachtige solo ging eraan vooraf. En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, zie je. De individuele klasse druipt ervan af. Ik kan helemaal zeggen, fantastische treffer. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Over de vleugel. Daar ligt de ruimte. Eigenaar schept deze bal. Er komt iemand helpen. De keeper kan eenvoudig redding brengen. Alleen de doelman nog voor zich. Het kan nog. Een fraaie kopbal. Doelpunt. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. Nee, zo mag je iemand niet afstoppen. Dat lijkt me geel. Voor die actie wordt een gele kaart gegeven. Lijkt me niet onterecht. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Paas wordt onderschept. Komt er een doelpunt aan? Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Niet voorgegeven. Een korte corner. Hij wordt naar binnen gesneden. Lekker geraakt, die bal. Haha, niet op doel. Hoewel, het scheelt weinig. Die geeft de bal gewoon weg. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. En start die brommer maar. Hij gaat over de lijn. Inworp. Die weet hij te onderscheppen.
Een medespeler helpt hem. Boateng. Iñaki Williams. Zo'n Iñaki Williams, de snelste man met de kans. Redding van het doelman. Hier is denk ik een counter mogelijk. Die verdedigers moeten zich haasten nu. Deze moet erin. Dat schot moet erin. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Er is een medespeler in de buurt. Thomas Partey. Op eigen helft de bal veroverd. Kijk eens wat een mooie steekpas. Ja, die is raar. Maar ja, dit doelpunt gaat ze natuurlijk niet redden. Ja, ja, het duel is natuurlijk al lang verloren. Maar toch nog een beetje genoegdoening dat ze een goaltje meepikken. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin dat was het laatste fluitsignaal. Het is voorbij. Wat is dat toch zuur. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. Maar ondanks dat hebben ze verloren. Nou, als iemand een belangrijk aandeel heeft gehad in de overwinning, dan is het waarschijnlijk wel deze speler geweest. Wat een geweldige wedstrijd was het van deze, ik mag wel zeggen, uitstekende voetballer.